Nationaal Biesboscentrum hier. Vandaag ben ik te gast in de Biesbos in Dordrecht en neem Thomas van der Es, boswachter, mij mee naar de visarend. Ja, natuurlijk, ik voel die adrenaline op dit moment al een beetje opborrelen en ik heb een visarend nog nooit gefotografeerd. Ja, zou het toch fantastisch wezen om daar dan een mooi plaatje van te maken. Is uw vaarbewijs bij u? Nee? Oké. Okay. Nou, deze keer zullen we het door de vingers zien. Laat helemaal nergens op. Jarenlang droomden natuurliefhebbers ervan. En sinds enkele jaren is het zover. De visarend broedt in Nationaal Park de Biesbos. Spannende tijden dus voor vogelaars als Ed. In 2014 zagen we vogels al nesten bouwen in de Biesbos, 2015 nog een keer. En pas in 2016 raakte een paar geslaagd in dat broedverhaal, want die kregen een jong. En wat wel heel boeiend is, dat was dan het eerste broedgeval van Nederland, dat andere visarenden zagen dat het goed was. Ze zagen dat nest van dat paar en die zijn in de omgeving nieuwe nesten gaan maken. Allemaal spontane nesten en dat zijn, ja, gek genoeg heel vaak dode bomen, boomskeletten of hoogspanningsmasten, want visarenden die komen altijd aanvliegen met grote glibberende vissen in hun klauwen. Ja, die willen als een soort helikopter eigenlijk op hun platform kunnen landen. En dat gaat niet met een nest midden in een wilgenboom. Nee. En ja, tegenwoordig is het toch een soort geworden die ik bijna dagelijks tegenkom. Ja. Al leg je de druk nu wel een beetje bij me neer natuurlijk, dat jij hem echt wil en moet zien. Ja, zeker, ja. Maar we gaan ons best doen. Echt afspraken vallen er natuurlijk weer niet mee te maken. Nee, dat snap ik altijd goed. Ja. Ed mag dan wel op zoek zijn naar de visarend. Dat betekent niet dat hij zijn ogen niet openhoudt voor andere vogels. Hé, hey, kijk nou. Een oeverlopertje, man. Het zijn echt hele mooie vogeltjes. Hoppa. Ja, ik heb hem. Gaaf, man. Echt mooi. Heel klein vogeltje. Ze komen oorspronkelijk uit Scandinavië. Ja, gaaf. Ze broeden toch in Scandinavië? Nee, dat heb ik het goed gezegd. Ja, ik weet natuurlijk ook nog niet alles, hè, Thomas. De eerste geslaagde foto is alvast binnen. Maar voordat Thomas Ed naar een plek brengt waar ze hopelijk de visarend kunnen zien, laat hij eerst zien waarom de visarend zo graag in de Biesbos vertoeft. Al die brazen met name nu, die komt echt de kreek in. En dan zie je dus dat ze die ondiepste delen tussen die watervegetatie, dat ze dat opzoeken. En dan zwemmen de mannetjes eigenlijk tegen de vrouwtjes aan. Daar delen ze echt kopstoten tegen uit. In de hoop dat er bevruchting plaatsvindt. Ja, je ziet ze hier gewoon. Ja. Door middel van kopstoten krijg je bevruchting. Ja, dan gaan de mannetjes sprayen, hè. Hmm. Ja, hier, kijk, je ziet ze daar ook. Hier. Het is eigenlijk één grote orgie. Nou, eigenlijk wel. Ja. Het is toch wat. Je kan je voorstellen dat grote viseters, grote predatoren als een visarend, ja, nu een hele makkelijke tijd beleven. Ja? Omdat, hoeveel voedsel wil je hebben? Dat zou gaaf zijn zo meteen. Ja, dat hij hem er even uittrekt. Even met die klauwen een brazenpie eruit. Overal die kringen. En vaak na de paaitijd dan zie je ook dode brazems op de oever liggen. En als je dan in de schemer door de Biesbos vaart, dan hoor je overal de bruine ratten lopen in de schemer om al die vissen weer op te eten. Gadver. Ja. Nou, dat hoeft voor mij niet. Daar hoef ik ook geen beelden van te hebben. Hier, kijk. Zo! Hij komt echt even omhoog. Ja, mooi. Hè? Ja, het is zo ondiep. En ze zwemmen gewoon letterlijk over elkaar heen. Kortom, de Biesbos zit stampvol voedsel en erotiek. Maar de visarend is nog steeds niet gesignaleerd. Gelukkig weet Thomas wel een plek van waar een van de broednesten te zien zou moeten zijn. Lukt het? Ja. Ik ben wel oud, maar nog steeds dapper. Ja. Oh, ja, het zit allemaal los. Oh, god. Het lijkt wel een oude man, hè? Het is niet te geloven. Maar ja, goed. We hebben het weer gehaald. Met Thomas. Ja, gelukkig. Hé, hey, kijk nou voor je wat er gebeurt. We onderbreken deze uitzending voor een aflevering van Ed ziet ze grazen. Hey, de schaapskooi komt eraan. Ik zie het, ja. Dat is ook leuk. Tje. Gaaf, hè? Dan hebben wij weer. Mooie beesten, man. Dan heb je aan één hond al genoeg? Daar ook nog twee.
Tot zover dit intermezzo, want eindelijk hebben ze hem gevonden. De visarend. Al is die wel ver weg. Prachtig, een mooie vogel hoor. Zo. Van die mooie gele ogen hebt hij ook. Je ziet zo echt die randen van dat oog, zie je ook heel mooi. Hè? Ja, ja. Het is heel vrij om te zien. Het is een prachtig beest, man. Nou, het is in ieder geval fijn dat we hulpmiddelen als een telescoop hebben. Want het is redelijk ver. Hè? Kijk, ja. Visarenden zijn toch ook verstoringsgevoelig. In sommige periodes van het jaar is dat wat minder erg als een vogel eens voor je opvliegt. Maar we hebben het hier wel over een vogel die nog maar met een paar plekken een nest heeft in Nederland. Specifiek in de Biesbos. En daar zijn we uiterst voorzichtig in om die grens op te zoeken. Hè, waarom zou je die grens opzoeken met het risico dat je een broedsel verloren laat gaan? Ja. Het is het mij niet waard. Nee, zeker niet. En zo zit ik ook niet in elkaar hoor. Kijk, je moet de natuur respecteren. Op de weg terug varen Ed en Thomas langs het nest. Hij kwam met zijn kop omhoog. Ja, het zijn hele schuwe beesten, die visarenden. Dus je komt eens even kijken wat er aan de hand is. Het is misschien niet de gedroomde plaat van het jagen, maar zo heeft Ed toch nog een fraaie foto van de visarend gemaakt. En 2021 lijkt weer een mooi broedjaar voor de visarend te zijn. Nou, ik vond het een superleuke dag vandaag. Ja, mooi hè? Ja, veel gezien en ook weer wat bijgeleerd. Volgende week is Ed in het gebied Klein Profijt, samen met zijn vogelmaat Erik Jan. Dit vind ik ook zo gaaf. Moet je kijken. Die wilg, die is helemaal uitgeklapt. Prachtig hè? Tot dan!